Zodra ik klaar ben met school, ga ik vaak naar de winkel om boodschappen te doen, omdat ik 9 van de 10 keer geen avondeten in huis heb. En wanneer ik dan weer thuis ben, ruim ik mijn boodschapjes netjes op en zet ik een kopje thee voor mezelf. En tijdens het wachten ruim ik mijn vaatwasser leeg. Met mijn kopje thee verplaats ik mezelf naar de bank, trek ik mijn schoenen uit en wordt het tijd om lekker te relaxen. Ik zit dan vaak op mijn telefoon, ik kijk YouTube filmpjes en soms heb ik even mijn eigen jam sessie. Het ligt eraan wat ik die dag moet doen, maar soms heb ik huiswerk wat ik moet maken, dus dan pak ik mijn laptop erbij en ga ik lekker aan de slag. Het is op dit moment 5:10 en ik wacht op mijn huisgenoot totdat zij terugkomt en dan gaan we samen koken. Vanavond eet ik samen met mijn huisgenoot. Dit is niet altijd het geval. Als het uitkomt vinden we het altijd gezellig om samen te eten. En vanavond hebben we ervoor gekozen om lekker makkelijk, simpel te doen. We hebben gebakken aardappels, broccoli en een kipsnitzel. Nadat we samen hebben gekookt gaan we gezellig eten. En we zitten echt letterlijk altijd bij de tv, aan de salontafel of op de bank. We eten eigenlijk bijna nooit aan tafel. Dit is echt typisch studentenleven. Als ik uitgegeten ben, verplaats ik mezelf naar mijn kamer en kruip ik achter mijn computer. Ik zit bijna altijd achter een beeldscherm. Ik zou me eigenlijk moeten schamen. Maar ja, in de avond vind ik het fijn om een video te bewerken of iets anders te doen op de computer. Het ligt er echt aan wat ik te doen heb. Vaak is het wel bewerken of huiswerk. Op een gegeven moment wordt het tijd om naar de badkamer te gaan. Ik haal als eerste mijn make-up eraf en dan spring ik onder de douche. Na het douchen poets ik mijn tanden, doe ik mijn lenzen uit en smeer ik me in met een crèmetje. En dan wordt het tijd om een outfit uit te kiezen voor de volgende dag en mijn tas in te pakken. Dan besef ik dat ik nog best wel zin heb in een kopje thee. Dus ik ga naar de keuken toe en zet een kopje thee voor mezelf. En als mijn thee klaar is, kruip ik lekker mijn bed in. En ga ik nog even filmpjes kijken. Dit doe ik vaak op mijn iPad of op mijn telefoon. Het ligt eraan waar ik op dat moment zin in heb. Zoals je hebt gemerkt heb ik verschillende apparaten. Dus ik vind wel dat ik dan er gebruik van moet maken. Anders is het ook zonde. En zodra ik merk dat mijn ogen moe beginnen te worden, wordt het tijd om te gaan slapen. En zo ziet mijn avond eruit. Ik weet niet of het aan mijn stem te horen was, maar ik ben best wel verkouden. Sorry daarvoor, ik kon daar ook niet zoveel aan doen. Elke avond is natuurlijk weer verschillend, maar dit is
hoe het over het algemeen eruit ziet. Vond je deze video nou leuk? Doe dan een duimpje omhoog. En laat vooral hieronder in de reacties achter hoe jouw avond eruit ziet. Ziet jouw avond net zoals mijn avond eruit? Of is het compleet anders? Ik ben daar best wel benieuwd naar. Mocht je nog niet op mijn kanaal geabonneerd zijn, doe dat dan vooral. En dan hoop ik je snel weer te zien bij een nieuwe video. Doei!